Blitterswiek wordt gewerkt. We kriegen een duwtje van de juf. Dat we er even heer mogen loeren. Groen-blauw, schoolplein. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Is er ook iemand van de school bij? Of een vrijwilliger? Ja, we praten al mee. Oh, kijk, hi. Paul Dirks. Paul, Bas, van onderweg. Ja. Al één. Hij dan meteen op de motor, ja. Blauw-groen schoolplein. Ja. Bij groen kan ik me iets voorstellen, maar wat staat dan blauw-geur? Dat is water. Ik heb ook water bij je aan de pas. Zwembad? Nee, geen zwembad. Oh. Gewoon voor de kinderen dat ze door kunnen spelen en doen. Dus, met water en zand en ja, zo? Waterpartikels en dat, ja. Dus, maar dat kan hij misschien beter uitleggen. Dat is degene die het hier aan wil leggen. Oké, maar we mogen geen reclame maken, dus... Ja. Nee, maar ik heb dat even goed doet. Dat kunnen ze wel pakken. Wist ik de baas? Ja. Oké, okay. Hallo baas. Goeiedag. Hi. Dit ik is ben Bas, ik ben Jans. Ah, oké. Okay. Ja. Jans Hogendoorn. Ja. Hey, Jans, wat ga je precies doen? We maken hier een groen-blauw speelterrein. Dat is een provinciaal subsidiefonds. Waarin er kortweg gezegd bestrating uitgaat en groen aan spelen terugkomt. Kijk. Dus dat is... Dat horen wij graag. Ja, de kinderen moeten een hele mooie speelomgeving hebben. Nou ja, spelen zoals velen bedoeld is, toch? Ja, met takken, met bomen, met losse materialen en zelf creativiteit ontwikkelen. Komt er misschien ook nog iets in waar ze bijvoorbeeld letterlijk de vruchten van kunnen plukken? Nou, we zitten hier in Blitterswijk. We hebben een hele mooie kwekerij hier in de buurt zitten. Even dus, geen namen noemen? Dat zullen we niet noemen, nee. maar die heeft denk, die fruitplankjes die verkopen heel veel fruit- en vruchtsoorten. Dus ik denk dat we daar wel iets van terugzien. Oké. Okay. Ja. Hey, een flink wat hout voor de deur, wat wordt dat? Daar gaan we zelf de speeltoestellen van bouwen. Dus, dat is handig. We bouwen vlonders, speelvlonders. Hier komt bijvoorbeeld een vlonder overheen. Of op het water? Nee, over de zandbak. Okay. Over de zandbak. En verschillende speelvlonders waar de kinderen op kunnen klimmen of zitten. En alleen dat bouwen we helemaal op maat hier op locatie. Ja. Doe je dat vaker? Al 20 jaar. Serieus? Ja. Dus jij maakt al 20 jaar ook van speelterreinen. Echt waar? Ja. Ik dat is niet teken... alleen de eerste school leren. Nee, dat snap ik. Het is in Mildere, het is hier een gans om je even te realiseren. In Venlo zit ook veel. We hebben op heel veel mooie plekken al hele mooie dingen voor de kinderen mogen maken. En dat is gaaf. Dus, ja. Ga jij ook altijd nog even kijken van hoe een soort van nazorg. Weet we je hebben hier een hele goede club met vrijwilligers. We zijn met drie man. Met drie man? Die vertrouwen de nazorg heel erg toe, maar op locatie waar dat niet kan, wij doen ook veel onderhoud. Okay. En dan zie je wat het wordt. Dat is kicken, als je ziet hoe een kind gaat spelen in die ruimte. Nou, ik heb wel eens meegemaakt van een afstandje dat mensen vrijwillig in het dorp bezig waren met nieuwe speeltoestellen. Ja. Dat is gewoon niet normaal wat die kosten. Maar dan heb ik het over de moderne speeltoestellen, weet ja, je wel, in een speeltuintje. Ja, kant en klaar. Maar dat heeft ook weer allemaal met verzekeringen te maken en zo. Het moet allemaal veilig zijn. Er is een wetgeving in Nederland die daarop toegespitst is, ja. Daar moet jij je natuurlijk ook aan houden. Ja, dus de speelobjecten die wij bouwen worden gekeurd. Maar het kan dus wel. Als wij het gebouwd hebben. Maar het kan dus wel met zelf, met... Ja, alleen je moet regels weten. Ja. En die weten veel mensen niet. Maar die ken jij al 20 jaar? Nou, 20 jaar, die zijn ontwikkeld in de loop der tijd. Oké. Okay. Dus, hey, en Paul, wie besticht dan vrijwilliger geworden binnen dat clubje die zich hiermee bezighoudt? Nou, hier was er vroeger, zeg maar één, hè. Ja? Maar ja, met al het werk hier. Dus kost het niet meer liever af. En hebben gewoon gevraagd van, luister, wie heeft er interesse in? En we zien toevallig ook nog drie buren ook nog, dus die dat hier doen. Dat is wel heel bijzonder. Ja, goed. Kikken in de eerste instantie komen we alleen donderdagsmergens hier, maar je weet goed, hier op school gaat of niet. Dan is dit gesloopt, dan is dat gesloopt. Dan krijgen we weer een appje van opa, kunnen jullie dit even repareren, kunnen dat repareren. Maar
Ja, we doen het geer, we doen het voor de jongens daar. Dus, opa, betekent dat dat stik ook kleinkinderen hier op school is? Heb ik ook twee op school zitten hier. Kijk. Dus, en die andere twee ook. Dus die... Maar luister, al was er ook geen kleinkind hier, dus... Hij is het even goed gedaan. We hebben het even goed gedaan, dus... want dit is niet de enige plaats waar we hier met als vrijwilliger bezig zijn, hoor. Dus... We hebben ook nog de voetbalvereniging. BVV? Net, ja, daar kom ik net vanaf, dus... Oh, wat heb je doorgedaan? Nou, dan doen we de trein, de B-hal, de accommodatie, helemaal. Ja, de klusploeg. Ja. En dan ja, ben ik nog voorzitter van de visclub hier, dus en er is ook heel veel werk aan de viswater. Ben je ook nog wel eens toe, Paul? Ja, dat is super mooi. Wij komen heel op heel veel plaatsen, maar dat zie je niet op heel veel plaatsen, dit. Dat het zo wordt gedragen en gedaan door vrijwilligers. Echt, dat vind ik super mooi. En jij komt nog wel ergens. Ik denk dat deze meneer ook heel erg ervan geniet hoe de kinderen het gebruiken en dat hij daar ook weer... En erger dan als er een keer wat vernield werd hier, dat doe ik ook wel eens. Maar dat zit inderdaad een beetje. Ja, ja, maar dat zien dan misschien niet de kinderen die hier op school zitten. Nee, maar, dat zien meestal die de school hier verlaten hebben, die komen dat s'avonds over de zondag nog aangehuren. En dan, ja, jammer, maar dat zit er tegenwoordig, je huurt dat erbij, zeggen ze wel. Ja, ja. Vandalisme worden vroeger ook al. Nou, krattenkwoord. Kattenkwoord. Maar echt vandalisme, nee. Oké. Okay. En geen net het agressieve wat ze tegenwoordig hebben. Ja, 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 ja. Huh? Ja, ja. Kijk me iets bij voorstellen. Dus de lees je ook wel eens op de loer? Om te kijken van... Nou, nee. We, dat moest ook nog slopen, hè? We slopen ook nog wel. Maar okay. Als we weer naar even komen fietsen, dan kijken we toch lichtig van... is nog alles in orde, ja of nee? Dus als er wat is, dan stopt even. En dan als de rotsen ligt, dan ruimt het op. Ja, goed. Dat is heel veel, hè? Nou, ja, maar aan de andere kant, je neemt de school als vrijwilligers zien ook een hoop werk goed handen. Dat zeer zeker, maar daar heb ik voldoening van, hoor. Ja, dat denk ik. Want ik weet niet of je door is een tuintje. En als dat er maar netjes bij ligt, dan doen we ook bijhalen daar. En dan heb je voldoening van het werk, hoor. Oh, dus ze zitten al met de vingers in het groen, hé, die kindjes? Ja, 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 ja. Ja, maar dat zijn de kleinere kindjes, hè, van de kinderopvang. Oké. Okay. Dus, maar je kunt toch wel eens kijken naar die partij, dus hoe ze het toch hebben. Ja, we moeten altijd een beetje voorzichtig zijn met kindjes in beeld brengen, hè. Nee, want daar zit ze met... Er zit er ook nog een, die heb ik geletst aan, is toch een uitzending van geweest. Echt, hoor? Ja. Zit, hè? Je kent hem nog wel, of nee? Ja, help me even. Christine, het boek is roos. Nee! Ja! Och, Christine! Och! Maar! Ja! Christine! Ik kan het niet meer onthouden. Jazeker wel, maar ik moest even goed kijken. Ja! De vorige keer waren we bij dicht toes. Ja, nou ben ik als juffrouw. Juf Christine. Ja. Ik had je aan ingeschakeld, want dat we zoeken bij die in Vors. Broek is een Vors. Toen heb je dat wel gezag, maar... Ja, dat was hier. Maar ik mag goed niet storen, want opa Paul... Dat... Nee, opa Paul niet. Opa Paul heeft zijn goedkeuring gegeven. Gedaan, ja? Zeker zo te zien hoe mooi het toch aangebouwd is. Dan komen we met de kindjes in. Ja, ja, we moeten wel goed kijken, altijd met kindjes in beeld brengen, hè? Ja, ik kan me mee niet zo goed hoor. Nee? Als ik dat bij ben. Oké. Okay. Nee, maar tegenwoordig moeten alle elders die moeten dan tekenen. Nee, Paul, ik... Paul, we geven toestemming, hoor. Ja, ja. Ze zien mooi aan het spelen en aan het eten. Oh, wat leuk. Hey, dat staat toevallig, joh. Ja, nou, sterker nog, ja. We zien elkaar ook op de onderweg. Ja, dat is ook al allemaal geregeld, hè. Kijk eens, hier zien ze mooi aan het speulen. Oh, wat enig. Dat is ook dezelfde bedrijf. Maar ik dacht, Christine, dat is ik voor... voor de klas die is, maar er zit ze ook in de opvang dan? Nee, dit is mijn klas. Oh, dit is die klas? Ja, dit zijn de kleuters van Blettersen. Hebben ze nog pauze? Ja, hebben net gegeten, gewoon mooi in de picknicktafel zitten. Kijk, ik ben daar ook een beetje dokter zo te zien. Oh ja. Ze helpen elkaar ook heel mooi. Oh, kijk. Oh. En daar hebben ze allemaal samen pauze. Dat zijn vriendinnetjes, want die hebben hetzelfde jurkje aan. Maar ik zeg even nog ten opa Paul, dat zien dus de opa's die dit allemaal zo prachtig bijhalen. Want anders was het echt niet zo geweest. Alleen al water geven, Paul. Ja, en water geven, ja, dat moet hier sowieso. Dus maar je ziet wel wat er nou ligt. Ja, dat werd donderdag hier allemaal opgeruimd. Dit.
die zien onbetaalbaar voor ons. Ja, die, jawel, Paul. Nee. Luister, de hoeft niet op de vuurgrond te gaan staan, de hoeft zichzelf niet op de borst te kloppen. Maar ik weet zeker dat het dicht voldoening geeft als ze waardering kreeg voor dat wat ze doet. Dat zeer zeker, want we hebben het denk ik weer meegemaakt. En te komen met de trui in de oren te staan. Daar heb ik de peuter op van. Hè? Ja. Dat zijn van die hele kleine drummertjes. Ja. En die kwamen dan, op een gegeven moment kwamen ze aanzetten, die juffrouwen opa's, we moesten komen. Hè? En dan hadden de kleinkindjes, die hadden een tekening gemaakt voor ons en een dusje chocolade erbij. En dat raakte wel. Dat komt dan binnen. Ja, ja, ja. Dus, en dat zeg ik, dat is er nog als we hier bezig zijn en die kindjes die komen. Hoor, en, het is open dit, open dat. Het is allemaal gemoedelijk en fijn. Ja. Iedereen zit in opa Paul. Ja, opa Paul, opa Jan en opa Peter is het.